Ja, het is droog in Nederland en het heeft eigenlijk twee oorzaken. De eerste is dat er heel weinig regen, heel weinig neerslag valt. En de tweede is dat de temperatuur hoog is en er waait dan ook nog een wind. En dat zorgt dat er heel veel verdamping is. Ja, je ziet eigenlijk inderdaad, we zitten in het groeiseizoen. Dus zowel voor de natuur als voor de landbouw is dit een seizoen waar je een combinatie van zon en regen nodig hebt. Dus dat betekent inderdaad dat ja, die functies die water nodig hebben, dat die nu wel soms watertekort gaan komen. Op dit moment zijn we bezig om te kijken of we lokaal het water in de sloten al iets hoger kunnen zetten. Dus dat we eigenlijk een soort buffertje hebben dat we het water hebben. Een tweede wat we proberen te doen is goed in de gaten te houden of het water wat via de Rijn en de Lek naar ons toe komt, wat we hier het gebied in kunnen laten, of dat eigenlijk gaat dalen, ja of nee. Nou, dat is wel al laag, maar nog niet kritisch. Dus we zijn al wel aan het nadenken, wat als het nog erger wordt, wat moeten we dan gaan doen? Ja, als het nog langer en nog droger wordt, dan gaan we de zogenaamde klimaatbestendige wateraanvoer inzetten. En dat betekent dat we eigenlijk met pompen, het gemaalde aanvoerder onder andere, in West-Nederland het water weer proberen te sturen naar landbouw, natuurgebieden, naar veendijken, naar plekken waar woningen met funderingen zitten die water nodig hebben. Dat we het water zoveel mogelijk proberen naar die plekken toe te brengen. Het is eigenlijk ontzettend belangrijk om schade te voorkomen aan gewassen, maar ook aan dijken en aan huizen. Vorig jaar hadden we een schitterend voorjaar en een droge zomer. Dit jaar hadden we veel regen, heel veel neerslag in het voorjaar. En wat je toen met name zag is dat daar waar het grondwaterpeil nog niet aangevuld was, dat dat door die vele regen eigenlijk weer mooi op orde kwam. Dus wat dat betreft was de uitgangssituatie wel goed. Maar we hebben nu alweer zo lang weinig regen, dat ja, het gras bijvoorbeeld, wat maar korte worteltjes heeft, is toch afhankelijk van de neerslag. Dus je ziet het neerslagtekort nu wel oplopen naar situaties die echt in de grotere crisisjaren met grote droogte weer vergelijkbaar zijn. Er is nog nooit zo'n lange periode in de beeld droogte geweest. En je ziet dat dat toch wel een uiting is van het extremere weer wat we gaan krijgen als gevolg van de klimaatverandering. Dus wat dat betreft is het weliswaar nu weer één incident, maar wel eentje in een lange reeks. Dus je kan toch zeggen het is een trend dat we echt met extremer weer te maken krijgen. Langere periodes, heftigere droogte, maar ook, dat is de keerzijde, heftigere buien met intensievere neerslag die langer op plekken blijven hangen. Ja, de grote uitdagingen die zitten in en je watersysteem goed op orde houden, maar toch ook echt inderdaad in de ruimtelijke keuzes die we maken. Dus ga ook het water- en het bodemsysteem weer helemaal sturend laten zijn voor de keuzes die we nu maken, om te zorgen dat we de gevolgen van klimaatverandering en extreem weer zo goed mogelijk op kunnen vangen en zo goed mogelijk kunnen voorkomen.